Nederland heeft als verzorgingsstaat een goed zorgverzekeringsbeleid. Iedereen heeft de mogelijkheid om naar de tandarts te gaan. Toch kampt Nederland met grote gebitsproblemen. Hoe dit zit en wat eraan gedaan kan worden, daar gaat Hans van Kerkhof van Centrum voor Tandheelkunde van Kerkhof te Eerbeek ons meer over vertellen. Nederland kampt met gebitsproblemen om een aantal redenen. De belangrijkste reden die we als tandartsen zien is een enorme toename van het suikergebruik de laatste jaren. Met name onder de jeugd. Dat geeft heel veel problemen. Denk aan gaatjes, tandvleesontstekingen en erosie. En erosie zie je vooral bij de jeugd. Dat is het wegetsen van de beschermende glazuurlaag door hele zoete, zure drankjes en spijzen. Wat wij ook heel belangrijk vinden te benadrukken is dat mondgezondheid en algehele gezondheid heel erg aan elkaar gelinkt zijn. Een goede mondgezondheid betekent ook dat je lichaam gezonder is. Daarom is het ook belangrijk dat je regelmatig naar een tandarts gaat. Dat je regelmatig je controles laat doen, zodat de mondgezondheid op peil blijft. De rol van de tandarts in het voorkomen van gebitsproblemen, en het belangrijkste daarvan is de controle van de mondgezondheid. Het vervolgen van de mondgezondheid over de tijd en het corrigeren, het bijsturen van de dingen die niet goed gaan. Ik vind het belangrijk dat iedereen ook beseft dat, dat een regelmatige bezoek aan je tandarts belangrijk is om de gelegenheid te geven om dat te volgen en te corrigeren. Gezondheid van het tandvlees ligt in hoge prioriteit, heeft het bij ons. En daarom denk ik ook dat het niet genoeg benadrukt kan worden dat een mondhygiënist of mondhygiëniste een hele belangrijke specialist is binnen een tandheelkundig team. Nou, een paar goede tips die ik zou kunnen geven voor het behoud van je gebit. Voornamelijk voeding. Voeding is echt een hele belangrijke oorzaak van problemen. Suikergebruik is echt iets wat je probeert te vermijden. Je mag best een keertje snoepen, maar snoep dan één keer een aantal dingen achter elkaar. En snoep niet over de hele dag heen, keer op keer op keer. Dat is het slechte voor een gebit dan inderdaad één keertje snoepen. Kijk uit met heel veel eetmomentjes op een dag. Probeer het te beperken. Dat zijn echt de meest belangrijke tips die je kan geven voor het behoud van een goede mond. De rol van de mondhygiënisten is ervoor te zorgen, samen met de patiënt en met de tandarts, om het tandvlees en het omliggende kaakbot en natuurlijk uiteraard de tanden en de kiezen gezond te houden. De mondhygiënisten speelt daar een hele belangrijke rol in, om ervoor te zorgen dat de mondhygiëne op een hoog niveau blijft bij de patiënt. Dit kan door middel van een specifieke poetsinstructie en een specifieke instructie om het tussenin schoon te houden. De poetsinstructie het liefst elektrisch en het tussenin reinigen bij voorkeur met ragertjes. De tandarts en de mondhygiënisten zorgen er samen voor met de patiënt om het tandvlees gezond te houden. En daar staat de patiënt echt op nummer 1.